Energie besparen. Het is een hot topic nu de energieprijzen erg hoog zijn. Met de elektrische kachels kun je besparen op je cv-ketel en daardoor ook op je energierekening. In deze video ga ik samen met jou op zoek naar de meest geschikte kachel voor jouw kamer. In deze video ga ik het dus hebben over elektrische kachels die geschikt zijn als bijverwarming. Dit zijn dus geen kachels die je hele huis verwarmen, maar er juist voor zorgen dat de thermostaat van je cv een paar graden naar beneden kan. Per elektrische kachel leg ik je uit wat de plus- en minpunten zijn en voor welke kamer je hem het best kan gebruiken. Dus ben je alleen geïnteresseerd in een bepaald type kachel, gebruik dan de hoofdstukken in deze video. In de meeste gevallen is de infraroodkachel de zuinigste kachel. Deze gaat namelijk heel efficiënt met zijn warmte om. Ik zeg altijd tegen mijn klanten dat deze infraroodkachel als een soort zonnetje op je lichaam werkt. Wat de kachel namelijk doet, is de warmte heel gericht op objecten en personen te stralen. Wat hij doet, hij verwarmt niet de hele ruimte, maar juist delen van de kamer. Daardoor verbruikt hij minder energie dan kachels die als doel hebben om de hele ruimte te verwarmen. Dat kost nou eenmaal meer kracht en dus meer energie. De infraroodkachel is geschikt voor de kleinere ruimte, zoals de slaap- of badkamer. Maar ook voor de zithoek in de woonkamer is dat ding heel geschikt. De kachel heeft een beetje een nadeel. Hij werkt namelijk alleen als je erbij in de buurt zit. Het is echt je persoonlijke zonnetje. Aan de andere kant van de kamer dan voel je niet dat hij warmte uitstraalt. Een andere zuinige kachel die zeker niet mag ontbreken in deze video, dat is de keramische kachel. Deze kachel maakt gebruik van een keramische plaat die de warmte ook heel goed geleidt en ook lang weet vast te houden. Daarbij gaat er dus ook weinig energie verloren en geniet je ondertussen van de heerlijke warmte die zo'n kacheltje afstraalt. Keramische kachels zijn vaak de kleinere apparaten die ook geschikt zijn voor kleine ruimtes. Thuiskantoor, je slaapkamer of in de badkamer, daar ga je echt de aanwezigheid van deze kachel wel merken. Bij een convectorkachel zit een heel proces achter het verwarmen van jouw ruimte. Het verwarmingselement van deze kachel zuigt de koude lucht aan, die verwarmt hij en vervolgens blaast hij het zo weer de ruimte in. Zoals je misschien weet, warme lucht stijgt. Op het moment dat het weer afkoelt, zakt het naar beneden en komt het weer de kachel in, waar het dan weer verwarmd wordt en weer naar buiten geblazen wordt. De grootste voordelen van deze kachel, naast het feit dat hij heel stil is, vind ik toch wel zijn gelijkmatige warmteverdeling. En de snelle opwarming. Je weet zeker dat je met deze kachel geen kou meer zal lijden. Er zitten ook nadelen aan deze kachel, of nadeel, ze zijn wat prijziger dan die ventilatorkacheltjes in deze video. En je zult hem regelmatig schoon moeten maken, aangezien de luchtstroom toch wel stof aantrekt. Ik zou deze convectorkachel aanraden voor de slaap- of studeerkamer, aangezien dat hij eigenlijk helemaal geen geluid maakt, dus heb je er ook helemaal geen last van. Uiteraard is die ook zeer goed te gebruiken voor de woonkamer. Net als een keramische kachel houdt de olieradiator zijn warmte langer vast. En dan net als een convectorkachel werkt het ding zo goed als geluidloos. Dankzij de speciale olie in de radiator blijft hij lang warm in jouw kamer. Naast dat hij stil werkt en lang zijn warmte vasthoudt, je hoeft de kachel bijvoorbeeld niet schoon te maken. Hij blijft altijd goed werken. Het enige nadeel dat ik bij de olieradiator ondervind, is dat, net als bij de keramische kachel, dat die langzaam op temperatuur komt. Misschien zelfs nog wel wat langer dan met een keramische kachel. Verder is hij vergeleken met de keramische en infraroodkachel een stukje duurder en vooral hij is wat lomper. Al met al is de olieradiator een uitstekende kachel om jouw kamer mee op te warmen. Je gebruikt hem ook gewoon op de slaapkamer, want door zijn lage geluidsniveau zul je er bijna geen last van hebben. Bij het woord ventilator denk je misschien niet direct aan een warme kamer, maar aan een koele luchtstroom. Dat kan deze kachel ook, maar in de winter gebruik je hem als ventilatorkachel. De verwarmingselementen verwarmen de lucht en de ventilator blaast het dan de kamer in. Het grote voordeel daarvan is dat de kachel supersnel opwarmt. Dus wil je snel je kamer verwarmen, dan is de ventilatorkachel eigenlijk het best. Daarnaast is hij lekker compact en kun je hem dus overal neerzetten waarop je wilt. Kijk maar eens eventjes naar dit exemplaar. Ondanks zijn formaat heeft de kachel een groot bereik. De ventilatorkachel is wat minder geschikt voor de slaapkamer, aangezien hij door de ronddraaiende bladen wel wat geluid maakt. En verder kan het apparaat nog wel wat stof verspreiden. Dus het is belangrijk af en toe om dat ding eens even goed schoon te maken. Voor welke kamer is de ventilatorkachel dan wel geschikt? Wat mij betreft is die goed te gebruiken voor de woonkamer, de keuken of het thuiskantoor. Het mooie is dat je hem namelijk makkelijk kan verplaatsen en door meerdere kamers kan gebruiken. Ben je dus op zoek naar een nieuwe kachel en vind je het belangrijk om zoveel mogelijk energie te besparen, dan zijn er een aantal punten om goed op te letten die voor alle kachels gelden. Bedenk bijvoorbeeld goed welke kamer je wil gaan verwarmen en hoe krachtig dat kachel daarvoor moet zijn. Voor de kleinere studeerkamer heb je genoeg aan een kleine ventilatorkachel. Maar voor een goed geïsoleerde woonkamer kan een olieradiator ook weer goed van pas komen. Daarnaast kun je een kachel selecteren op thermostaat. Met een thermostaat kan de kachel zichzelf automatisch uitschakelen als de gewenste temperatuur bereikt is. Daardoor blijft hij niet onnodig lang verwarmen en gaat hij dus ook minder energie verloren.
als je eenmaal je kachel hebt, dan is het belangrijk om hem op een energiezuinige manier te gebruiken. Laat hem bijvoorbeeld niet langer aanstaan als je van huis vertrekt of pak de isolatie van je huis eens aan. Over het algemeen zijn de infrarood en de keramische kachels de meest zuinige opties. Beide kachels gaan efficiënt met de warmte om. Maar goed, hier zitten ook wel wat nadelen aan, want zo voel je alleen de warmte van een infraroodkachel als je er dichtbij zit. Gelukkig zijn daarvoor de geschikte alternatieven die ook redelijk zuinig in gebruik zijn, zoals de convectorkachel. De convector en de olieradiator bijvoorbeeld zijn geschikt voor het opwarmen van je slaapkamer door hun stille werking. De ventilatorkachel is weer geschikt voor degene die snel een kleine ruimte willen verwarmen. Oké, ik hoop dat je nu weet welke kachel je thuis moet hebben. Twijfel je nog? Of wil je toch nog wat meer informatie ontvangen? Kom dan eens langs in onze winkel. Daar denk ik en mijn collega's van Expert graag met je mee. Tot ziens!